Wat is uw lifestyle? Mijn lifestyle? Bourgondische lifestyle. Bourgondische lifestyle? Van de wijnen? Van de wijnen. Lekker eten, lekker drinken. Goede wijnen. Dat is mijn lifestyle, ja. En wat houdt er nog verder in, de Bourgondische lifestyle? Verder dan eten en drinken en lekker... Volgens mij is dat vooral dingen ontdekken. Waar ik nog meer van kan genieten. Voor mij is dat reizen. Is dat uitgaan. Is dat vooral tijd nemen om leuke dingen te doen. Goedendag. U staat hier met... waar staat u eigenlijk mee? Met Natuurlijke Cosmetica. Natuurlijke Cosmetica. Ja. En met welke lifestyle hoort Natuurlijke Cosmetica? Wij willen mensen beseffen wat ze aanbrengen op hun huid. Door ook goed te zijn voor hun huid. En niet alleen met voeding. Maar ook door middel van hun huid goed te verzorgen met Natuurlijke Cosmetica. Nou, goedendag. U bent, zoals ik heb begrepen, de organisator van deze markt. Ja, een van de meiden die hem organiseert, inderdaad. Ja. En wat is uw lifestyle? ik vind het best wel een lastige vraag. Ik dacht sowieso Bourgondisch, omdat ik heel erg van eten en drinken hou. Lekker eten en drinken, wijntje, biertje. En ik hou van eigenlijk bijna alle kraampjes die op deze markt staan, heb ik wel wat mee. Dus bijvoorbeeld het kraampje waar we nu staan, ja, echt vintage tassen en dat soort dingen vind ik ook gewoon leuk. Als iets al een leven heeft gehad. Maar ik hou ook van mooie, luxe, nieuwe producten. Dus die combinatie vind ik dan eigenlijk het leukste. Maar, U zegt Bourgondisch, dus u bent ook al bij de wijnen geweest? Ja, tuurlijk. En dat gevoel wilt u hier met dit kraampje ook overbrengen? Ja, wat wij ervoor zorgen is dat je... Eigenlijk die lifestyle ook kan volgen door alleen maar lekkere wijn te drinken. Wij matchen namelijk wijn bij de smaak. Dat is wat wij doen. En wat is deze wijn anders dan normale wijnen die je in de winkel kan kopen? Ligt aan welke winkel. In principe zijn het wijnen van de gehele wereld. De kwaliteit is zeer hoog. Hij is immers geselecteerd door sterrensommeliers, de hele collectie. Maar wat belangrijker is, er is een match tussen de kwaliteit van de wijn en jouw persoonlijke smaak. Waar dat elders alleen misschien kwalitatief goede wijn is, maar je hem niet per definitie lekker zou kunnen vinden. Ze beseffen, als je beseft dat je inderdaad 2 kilo aan giftige stoffen per jaar op je huid aanbrengt, zonder bij stil te staan, willen wij mensen bewust maken dat je ook met Natuurlijke Cosmetica je huid goed kan verzorgen. Maar normale cosmetica wordt toch gewoon getest op veiligheid? Dat ook. Maar wij vinden de ingrediënten gewoon heel belangrijk. Want sommige ingrediënten kunnen weer schadelijk voor de huid zijn. Dan is het geen goede cosmetica. Dat wil ik niet zeggen. Niet die... Ja. Zegt uw lifestyle ook iets over wat u hier op uw gezicht heeft geschilderd? Ja, dat was eigenlijk meer omdat het 's ochtends wat rustig was bij de schmink. Toen dacht ik doe ook alvast wat schmink. Zodat mensen zien dat je kan worden geschminkt hier ook. Dus dat heeft wel gewerkt. Want de kindjes die laten zich dan lekker schminken daar achter op het plein. En wat zegt dat over uzelf? Want niet iedereen doet het zomaar. Oh ja, dat me dat niet zoveel uitmaakt. Ja, ik vind het leuk om er leuk uit te zien. Maar als er schmink bij moet of wat dan ook, vind ik het ook hartstikke leuk. Dus maakt niet uit. Het is heel erg vrolijk en open. Dat is uw lifestyle. Ja, nou ja, dat, zo mag je het noemen. Dat is goed. Ja. Ja. Maar u heeft nu niet zo van, ik ga even naar de winkel. Ik zie daar echt een heel leuk stuk cosmetica zitten. Ik koop het even. Nee, wij zijn wel bewust van een bepaalde doelgroep. Mensen die echt bewust met zichzelf... Ja, maar als u zelf naar de winkel gaat? Als ik zelf naar de winkel ga. Bedoel je op het gebied van cosmetica? Ja, als u iets ziet en dan denkt van, dat wil ik toch echt wel hebben, koopt u het dan? Of nee. Denkt u van, nee? Nee, als ik weet welke ingrediënten erin zitten, dan hoef ik ze niet. Dan gooi ik ze gelijk op de producten. Produceert u het zelf? We importeren het. Oh. Dan importeert u het. Maar we zijn wel heel kieskeurig met het uitzoeken van de producten. Dus u probeert wijnen hier aan te meten aan mensen? Sterker nog, we garanderen dat jij de wijn lekker vindt. Jij vindt andere wijn lekker dan ik. Ja. Maar als wij dezelfde wijn kopen, dezelfde wijn wordt aangeraden. En ik vind hem lekker en jij niet en wij gaan samen wijn drinken. Dan is dat toch over de helft zonde. En als ik hem kocht en ik vind hem niet lekker, vind ik het helemaal zonde. Dus u probeert de lifestyle van mensen te verbeteren? Ik probeer het in ieder geval leuker te maken, ja. Het aangenamer. Dat wijn geen loterij meer is, maar gewoon gepersonaliseerd op jouw smaak. Natuurlijke cosmetica, is dat ook niet op een bepaalde manier... Op een gegeven moment is alles toch schadelijk voor de mens. Zelfs gezond eten is schadelijk voor de mens. Ja, overal wat te voor staat. Nee, gezond eten is schadelijk voor de mens. Hoe bedoel je schadelijk voor de mens? Mensen verouderen omdat ze eten. Maar als we niet eten, gaan we ook dood. Ja, je moet sowieso eten. Je moet sowieso eten. Ja. Bijna alle stoffen die je in je neemt, die zijn niet goed voor je. Is dat dus ook met cosmetica zo? Want... Ja, je huid is je grootste orgaan. Ja, maar op het moment dat je niks op de huid smeert, is dat dan niet het beste? Ja,